Nee, Memphis is er niet bij. Ik heb met hem gesproken en ja goed, ik denk dat het goed is dat hij zich eerst volledig richt op Man United. Om daar in ieder geval bij de eerste 18 te komen. Dat is al een klus gebleken de afgelopen weken. Om van daaruit weer minuten te gaan maken. En nou, hopelijk komt hij dan weer via die speelminuten bij zijn club weer in beeld. Want we spelen in oktober en november ook weer interlands. Ja, hij heeft niet het meest gelukkige trainingskamp toen gehad. Nee, hij heeft geen bevredigende wedstrijd tegen Ierland gespeeld. Was toen ook niet, vond hij zelf al, toen ik met hem sprak, niet in goede doen. En dat vindt hij nu wel. Althans in goede doen, dat hij zich goed voelt, fit voelt. Nou, dan moet een logisch gevolg worden dat hij minuten gaat maken bij United. En dat moeten we afwachten.